Goedemorgen jongens. Ik ga vandaag vloggen. Tenminste een poging doen en ik doe het met mijn telefoon. Dus dat is wel eventjes wat anders dan normaal. Ik deed het eerst altijd met mijn spiegelreflex, maar dat ding is veel te zwaar. Dus vandaar nu even met mijn telefoon. De kwaliteit zal dus niet zo goed zijn, maar ik denk het filmpje wel leuk. We gaan vandaag namelijk naar de dierentuin, naar Gaia zo. Maar goed, ik ben dus al heel op tijd thuis, wat ik echt heel erg blij mee ben. En dat betekent dat mijn man dus nu wel... Ja, dat we dus naar de dierentuin gaan, ja. Hè? Dierentuin! Ja, leuk hè? Ja. Ja. Dus mijn man is nu even de honden aan het uitlaten en zodra hij terug is, dan gaan we. Gezellig! En we zijn onderweg. Ga linksaf naar de Nederweerseweg. Naar de dierentuin. Ja, ja. Even lekker lunchen. Bart heeft een broodje hamburger. En ik heb een lekker bruin broodje met achterham. Kijk, deze is leuk. Heeft Vede een leuke broodtrommel bij. Hè? Kijk! Ik zie jouw aapje niet, Vee. Nee. Waar is jouw aapje? Hier. Oh, daar! Aapje bij, hè? Daar zijn ze. Wie zijn daar? Leeuwen. De leeuwen? Leeuwen. Slapen. Liggen die te slapen? Oh, slapen. Overal staan er echt van die aparte huisjes, ook overdekt. Van die hokjes of... dingetjes waar je dan dus nog beter bij de dieren kunt gaan kijken. Kijk, en hier zien we de giraf. Nou, ik bedacht mezelf dat het super leuk was om in een bootje te gaan zitten. Met Vee. Maar het is zwaar. Niet normaal. Dat was super vet, hè? Nou, wij gaan even verder. Oh, wat een rode billen heeft hij. Zie je dat? Het heet droog gehad en nu regent het. Dus we zijn nu zo. Waar zijn we? Bij de rainforest. Ja, we zijn in het regenwoud. Dus ja, dan natuurlijk regent het dan. Kijken. Kijken jij ook op de film? Kijk, en daar is Vee. Die heeft ook een poncho. Oh, je hebt een Janneke. En papa en mama ook, hè? Nou, daar gaan we. Abi. Abi. Er zijn geen api, schatje. Moet je echt een eekhoorn? Ja, dat is familie van de eekhoorn. Hier met twee voetjes. Ga maar met twee voetjes in staan. Ja, goed zo.
spring. Ja, spring. Spring. Kijk, en daar is een mammoet. Dat is wel gaaf. Wel niet echt, maar toch. Al geschiedenis. Nou, we zijn nu bij de Brunsumer Heide. En ik loop een beetje zo achteruit. Maar we gaan pannenkoeken eten. Vonden we wel een leuke Dat vonden we wel een leuke afsluiting van een leuke dag. En we hebben gewoon gezocht op Google van dichtstbijzijnde pannenkoekenrestaurant. Dus we zijn heel benieuwd of het ook iets is. Maar dat zal vast wel. En wat heb jij? Appelsap. Appelsap, ja. Papa heeft een gewoon biertje en mama heeft een raten. Kijk. Lijkt allemaal een beetje op appelsap, hè? Het is allemaal een beetje appelsap, ja. Kijk, we zitten echt aan een heide. Ik weet niet of je het ziet. De Brunsumer Heide is in ieder geval heel erg mooi. We gaan lekker pannenkoeken eten. Lekker. Pannenkoek. Pannenkoek, hè? Dikke. Dit is geen drinken, schat. Nee, dat is stroop. Maar jij stroop op jouw pannenkoek? Ja. Ja? Nou, ik ben op dit moment loop ik vanuit mijn ouders huis naar mijn huis. We zijn natuurlijk in het pannenkoekenrestaurant geweest. En even doorgereden naar mijn ouders. Die wonen bij mij om de hoek, waar die van. Maar ik moest even de camera afgeven. Mijn vader doet morgen namelijk een fotografiecursus. Maar ik was de oplader vergeten, dus ik loop nu even naar huis toe. En weer terug. En normaal gesproken had ik daarvoor gewoon even de auto gepakt. Maar ik zit vandaag bijna op mijn 10.000 stappen en die wil ik gewoon gehaald hebben. Dus ik denk van nou, met dat laatste beetje energie die ik nu heb, ga ik dat gewoon eventjes doen. En ja, daarna zal ik denk ik niet heel veel meer filmen. Misschien dat ik dadelijk nog eventjes wat film. Ik weet eigenlijk niet wat ze nog gaan doen vanavond. Veen naar bed brengen is dadelijk en dan ja, gewoon lekker op de bank. Filmpje kijken of zo, boekje lezen. Iets in die trant. Het was in ieder geval een superleuke dag.